Dames en heren, heel hartelijk welkom. Mijn naam is Louise Gunning en ik ben voorzitter van de Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen. En ik ben ontzettend blij dat u hier vanmiddag allemaal bij bent voor deze prijsuitreiking. Normaal gesproken zouden we dat in het Hodgsonhuis gedaan hebben. U ziet dat hier achter me. Dat had ik ook heel graag gewild. Maar dat kan even niet op dit moment met de coronamaatregelen. Maar ik ben toch blij dat we een manier gevonden hebben om de prijswinnaars vandaag in het zonnetje te zetten. Ik wil ook heel hartelijk welkom heten in deze sessies de sponsors van de prijzen die we nu gaan uitreiken. Pfizer, intussen een naam die in elk huishouden bijna dagelijks genoemd wordt. We hopen dat het vaccin snel wordt goedgekeurd. De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter Bevordering der Farmacie en Philips. We heten ook speciaal welkom Wilm Schudel. Zijn overgrootvader is naamgever van de Dokterzaal van Zwanenbergprijs. En we prijzen ons gelukkig dat hij hierbij kan zijn. Dan zijn er een aantal juryleden bij, waarbij ik met name ook professor Harry Struiker-Bordier wil noemen. Een aantal anderen zitten in de livestream, net zoals de juryvoorzitters. Ad IJzerman is erbij. Hij is onze secretaris natuurwetenschappen. En vandaag reiken we ook alleen prijzen uit het beta- en medisch domein. In het volgend half jaar doen we de alfa- en de gamma-prijzen. En dan natuurlijk degene om wie het gaat vandaag. 8 afstudeerprijswinnaars. Die zijn in de Zoom-sessie aanwezig en die krijgen een prijs ter bekroning van hun afstudeerscriptie. En dan 6 aanmoedigingsprijswinnaars die de bijeenkomst via de livestream volgen. Zij zijn degene die in hun vakgebied de beste studieresultaten hebben bereikt. We hebben weer een prachtige oogst aan prijzen. We hebben 3 sessies vanmiddag, maar we gaan zo beginnen met deze eerste sessie die vooral rond de medische en life sciences prijzen gaat. Ik zou willen vragen of iedereen zijn camera en geluid wil uitzetten totdat zijn of haar prijs aan de beurt is. En als u hem op speakers view zet, dan krijgt u de beste beelden van degene die hier vandaag aan het woord komen. Maar omdat u niet in het Hodgsonhuis bent, starten we eerst met een filmpje over de Koninklijke Hollandse Maatschappij en het Hodgsonhuis. De Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen is het oudste geleerde genootschap van Nederland. Opgericht in de 18e eeuw door een aantal burgers in Haarlem die zich zorgen maakten over de economie. En men hoopte dat contact met de wetenschap de economie van Haarlem verder zou brengen. Sindsdien komt hier in de Hollandse maatschappij een deel wetenschappers en een deel niet-wetenschappers samen om een bijdrage aan de samenleving te leveren. 2 of 3 keer per jaar hebben we hier een lezing, maar heel veel vaker reiken we hier prijzen uit. We hebben een aantal beurzen voor studenten. De allermooiste vind ik de IJzinga-beurzen. 50.000 euro per stuk, 5 per jaar, voor een studie economie of bedrijfskunde in de Verenigde Staten. En we hebben heel verschillende soorten prijzen. Met de NRC Essayprijs mag eigenlijk iedereen in Nederland meedoen. En we krijgen ook heel veel inzendingen. Dat is natuurlijk niet primair op de wetenschap, maar juist ook op de toepassing van wetenschap in de samenleving. We hebben de Jong Talentprijzen, dat zijn de hele beginnende wetenschappers. We hebben ook diverse bijeenkomsten. Zoals bijvoorbeeld de bijeenkomsten van het Drees Fonds over economische onderwerpen. 2 keer per jaar, 1 keer over de miljoenennota, 1 keer over een ander economisch onderwerp. Maar vanwege corona nu in een webinarvorm vanuit dit gebouw. In coronatijd. Een andere belangrijke bijeenkomst die we hebben is de Brouwer-conferentie. Die we elk jaar in januari organiseren. Die gewijd is aan het thema van de winnaar van de Brouwer Vertrouwensprijs. En dat is de grootste prijs die de Hollandse maatschappij te vergeven heeft. 100.000 euro per jaar. We zitten hier in het prachtige Hodgsonhuis in Haarlem. Ooit gebouwd door Catharina Keetje Hodgson. Wij zijn pas eigenaar van het pand geworden in het midden van de 19e eeuw. Je kunt weliswaar heel oud zijn en we zijn in 1752 begonnen.
Maar je kunt je natuurlijk wel verhouden tot de tijd waarin je leeft. En deze tijd is een tijd dat wetenschap voor iedereen is. We proberen er iedereen voor te interesseren. Ja, als we daar niet op inspelen, dan zijn we oudbollig in plaats van oud. Van oorsprong zijn hier gewoon een aantal particulieren bij elkaar gekomen, 1752, en die hebben geld op tafel gelegd, hun eigen geld. En dan is in de loop van de tijd zijn er veel kleinere en grotere bedragen bijgekomen. Het bestuur krijgt niks. Het is een algemeen nutbeoogende instelling. Alles wat binnenkomt hier is voor het doel het bevorderen van de brug tussen wetenschap en maatschappij. En nu hebben we sinds dit jaar een samenwerking met L'Oréal. Hartstikke leuk, maar we hebben natuurlijk wel meer sponsoren die bij onze prijzen een rol spelen. En we zijn ze dankbaar, want het is ook belangrijk dat die talenten zichtbaar worden voor potentiële mensen die ze graag een baan willen aanbieden. Of die zich realiseren hoe belangrijk innovatie vanuit de wetenschap voor hun vakgebied en hun bedrijf is. Vandaag gezien wiskundigen, sterrenkundigen, biologen, medici en ook een aantal mensen op het gebied van energietransitie en energie die gewoon zo de Nederlandse samenleving verder kunnen helpen. Geweldig om aan mee te doen. Mijn mama en ik die wilden eigenlijk altijd de jonge mensen stimuleren in de sterrenkunde en we dachten van ja, hoe kunnen we dat doen? En bij toeval kwamen we in contact toen met de Koninklijke Hollandse Maatschappij die tegen ons zeiden van ja, we hebben prijzen voor de fysica, voor de wiskunde, voor allerlei vakken, maar niks voor de sterrenkunde. Nou ja, toen hebben we die twee wensen bij elkaar gelegd en toen ging het eigenlijk heel snel en heel makkelijk. Ik heb altijd bij het onderzoek het gevoel dat ik nooit echt weet of mijn resultaten heel significant zijn. En daarom is dit voor mij echt heel bijzonder om deze prijs te mogen winnen. Ik denk dat prijzen heel hard nodig zijn, want ik denk dat een wetenschappelijke loopbaan ook een eenzame loopbaan is. En het zijn de momenten waarop de buitenwereld erkent dat wat je werk opgeleverd heeft belangrijk is, die voor een wetenschapper ook de aanmoediging zijn om door te gaan. En je ziet soms dat mensen op hun oeuvre terugblikken, als we een oeuvreprijs uitreiken, dat dan juist die aanmoediging aan het begin zo belangrijk is geweest. I already see that you got a glass of wine, so I don't know what you've got you know more than we know, but probably. Well, I was in the beautiful. Ring their bell, say who you are, and I'm pretty sure they'll let you in so you can have a peek. This year, unfortunately, is very different. We work from home, follow classes, and once in a lifetime events such as this, we need to do online as well. But one thing will never change, and that is that science will win. As you, Louis, Adina, and Lieke probably have seen, this is the slogan of Pfizer since the beginning of the pandemic. Early 2020. In March, Pfizer issued a 5-point plan calling on the biopharmaceutical industry to join our company in committing to unprecedented collaboration to combat COVID-19. We made 5 promises that would help scientists to bring more rapidly therapies and vaccines to protect humankind from this escalating pandemic, and prepare the industry to better respond to future global health crises. What did we do? We shared tools and insights, marshaled our people, applied our drug development expertise, offered our manufacturing capabilities, and improved future rapid response. Today, we're very, very close to getting a vaccine, but we're not there yet. We still are awaiting the approval of the EMA in Europe. So by that time, we hope to bring a safe and effective vaccine based on novel messenger RNA technology, very much so a 21st century technology that will help everyone in overcoming this virus and ending the grief and burden it brings upon us all. Now, that brings me to the three of you. Like I said,
some things change fast and some things will remain the same no matter what. For companies like Pfizer, to be prepared for pandemics and to bring real breakthroughs that change patients' lives and potentially society, we depend on people like you. Then, now, and in the future, what we will always need are young, talented, and skilled people, scientists who can make a slogan reality, people who make sure that in the end, science will win. Now, for the prize winners. Lieke, I'm going to start with you. You have ended third, but that's definitely not something to be ashamed of. What I've read in the jury report is that they were very impressed with what you already achieved in your scientific career, like a highly quoted publication in the Journal of Nucleic Acid Research, very much so related to our messenger RNA research that we're doing ourselves. Lieke, you focused on the problem of cell identification in single cell data, a problem identified by the scientific community as the main bottleneck in the analysis pipeline. You evaluated the different methods presently available for single-cell RNA sequencing analyses. You showed which methods work best and for what reason. This is again very important for the scientific community as they usually do not have any idea which method they should apply. Early detection of, for instance, viral mutation could possibly prevent future outbreaks or could even help us in responding more quickly to pandemics as we're currently facing. Lieke, my congratulations. And now I do believe that there is a short video, but I'm just asking the support. Let's try and see if it works this. Exactly. Okay, there we go. I'm Lieke Gielse, and with my master thesis, I won the third prize for the life sciences. First, I would like to thank Pfizer for giving me this prize. During my master thesis, I looked at automatic cell type identification in single-cell RNA sequencing. Single-cell RNA sequencing is a relatively new technology that allows us to measure gene expression in single cells. Ideally, we would like to use the generated data to automatically assign a cell type label to the cells we measured. So for instance, which type of neuronal cell it is. Several of these methods already exist. That's why I, together with a PhD student, Tamim Abdelal, started with a benchmarking study. Here we compared the current methods and looked at their limitations. This work was published in Genome Biology last year. One of the limitations of the current methods was that they all rely on one reference atlas to train the classifier. This reference atlas, however, will never be complete. That's why I developed a new technology, a new pipeline called Hierarchical Progressive Learning. Users can use this pipeline to combine several reference atlases and automatically construct a hierarchical classifier. This classifier can then be used to assign cell type labels to the cells. Oh, wonderful. Lieke, thank you very much. I really hope that my daughters will grow in self-confident women, young women like yourself. It was a very an excellent video that you just showed. Thank you. I would like to move on to the second place. Adina, you may have won the second place, but your work on antibiotics and antimicrobial resistance is of primal, maybe pivotal importance. Why is that? Each year, 700,000 people die from antimicrobial resistance, or AMR. It is estimated that by 2050, AMR could claim as many as 10 million lives per year, a lot more than COVID-19 at the moment. To combat AMR, antibiotics should only be used when necessary, and also new ones should be developed at the same time. Antibiotics revolutionized medicine in the 20th century, and just as a quick reminder, Pfizer was one of the companies that revolutionized the production of penicillin and changed the outcome of many wounded soldiers in the Second World War. And together with vaccines and antibiotics, it has led to the near eradication of many diseases in the developed world. However, over time, bacteria change and adapt to the use of antibiotics, rendering them ineffective. It makes it more difficult to treat common infections such as
pneumonia, tuberculosis and salmonellosis, leading to longer hospital stay, higher medical cost and increased mortality. The challenge you took on was to synthesize a bacterial antimicrobial substance by means of ribosomes so that antibiotics could more easily be modified and produced in vivo to combat the ever-evolving antimicrobial resistance. Just like the work of others in this group, your findings could very well lead to a breakthrough that is so needed in the field of antimicrobial resistance. Adina, my sincere congratulations. And I believe, again, we got a short video. Goedemiddag, ik ben Adina Saltjuk en ik kwam 5 jaar geleden uit Roemenië in Nederland te studeren. En recentelijk ben ik afgestudeerd aan de RUG in de Master Biomolecular Sciences. En nu ben ik mijn promotieonderzoek begonnen ook aan de RUG. Ten eerste wil ik van harte bedanken Pfizer voor de prijs en ook aan KHMP. En ik zal mijn onderzoek kort beschrijven in het Engels. In short, in our research project, we attempted to prepare tazobactam mimics. Tazobactam is a highly potent antimicrobial peptide against pathogens such as MRSA. And because it's synthesized in a non-ribosomal way in nature, it's very, very hard to obtain and use it clinically. So we wanted to seek a way of producing it in a ribosomal way, coupled with post-translational modifications in order to get peptides that resemble tazobactam and to find a way of easily producing it in high quantities. And I would like to thank Professor Kaupers and Flo Raune for supervising me during the project. And last but not least, I would really like to thank my family, friends, and especially my parents for being by my side and supporting me. Thank you all. Thank you very much. And if you're ever looking for a partner to bring tazobactam to patients, maybe you should reach out to Pfizer because we would definitely be interested. Last but not least, we got the winner, and the winner is Louis Bolen, and he's already having a glass of champagne. I see a bottle in the background. Yes, coming. So let me just share a couple of words with you. Louis, Dr. Matthew Baker and Mr. Shahzad Hafiz of the Merlin Institute of Technology Inspired Regenerative Medicine, what a beautiful name, said that during your master's thesis, you were instrumental in furthering the lab's knowledge and use of synthetically tunable dynamic covalent hydrogels for tissue engineering. Dynamic hydrogels like these have previously shown to mimic the dynamics of a cell's natural environment and ultimately can lead to better tissue formation. While previous studies have consisted of mostly empirical observations, Louis' systematic characterization of dynamic hydrogels and investigation into the effects of these dynamics on cell mechanotransduction events paves the way for greater insights and lead to the design of better regenerative biomaterials. The jury was almost immediately unanimous in its opinion that your work deserved the first prize. From my practical experience as a doctor, I know that loss of tissue and tissue regeneration is of pivotal importance in the treatment of patients. Even a disease like COVID-19, with patients being on ventilators, you do see a lot of tissue loss. And maybe your work can lead to help the scientists and help science bring solutions to problems like this. Again, Louis, enjoy the champagne, enjoy my sincere congratulations, and I really hope that this will be the start of an extremely promising scientific career. Me too. Thank you all very much. Wonderful. I'm honored. Thank you. And I would like to conclude, I'm sorry, we also get a video, and maybe I can conclude maybe with a few last words afterwards, if that's okay.
Good afternoon. I'm Louis Boylan, and I've been awarded the first prize for the Life Sciences Master Awards 2020. First of all, I would like to thank Pfizer for giving me this prize, and I would like to thank Shazad and Matt, my supervisors, for contributing to the project immensely and giving me this opportunity. My master thesis involved synthesizing alginate-based hydrogels from different cross-linking chemicals in order to generate either static or dynamic hydrogels. I then grew human mesenchymal stem cells on these two different gels to see if there would be any morphological or transcriptomal differences between the cells which were grown on the two different gels. I found that the cells grown on the dynamic gels had a more rounded morphology than the ones grown on the static gels, which were very much spread. There was a difference in orders of magnitude between the sizes of the cells in both cases. We hope that these findings will allow us to infer more knowledge about the relationship between stem cells and their mechanical microenvironment, as well as contribute to the development of more reliable synthetic 3D culture materials. Thank you. Wonderful. Thank you very much, Louis. And with that, those beautiful words, I would like to conclude. And I would like to conclude by emphasizing that the Pfizer Life Sciences 2020 Awards have been given to three absolutely fantastic talents. Talents who are at the beginning of a promising scientific career and who will hopefully bring the world breakthroughs that change patients' lives. Because in the end, we all need to stay safe, stay healthy, and together, and only together that way, we can ensure that science in the end will win. So thank you very much. Enjoy your prizes. I hope you'll find a good course for it, but I'm sure it's ending up at the right place. Thank you very much, Mark Kaptein. Yes, I'm mute. And congratulations to Adina, Louis, and Lieke. Enjoy the fact that you're the prize winner today. And I would like to now move on. Can you hear me? Yeah, okay. Could you turn off your mic and video? Then I'm going to move on to the next category of prizes. And that will be the Saul van Zwanenberg prijzen. Dames en heren, ik ga langzamerhand richting de Saul van Zwanenberg prijzen. En dan zou ik willen vragen of Wilm Schudel, de achterkleinzoon van Saul van Zwanenberg, het jurylid Harry Struiker-Boudier uit Maastricht en de prijswinnaars Charlie Nederpelt, Koemtjok Pintang en Rick Verheijden hun microfoon en camera willen aanzetten, zodat we ze kunnen zien en naar deze prijzen kunnen overgaan. Dan als eerste wil ik het woord geven aan Wilm Schudel, die in navolging van zijn vader ons iets zal vertellen over de Saul van Zwanenberg prijzen. Ga je gang, Willem. Dank, Louise, en goedemiddag allemaal. Ben ik te horen? Ja, gaat goed. Uitstekend. Nou, dames en heren, en vooral natuurlijk Charlie, Koemtjok en Rick. Wij zijn vandaag helaas digitaal, maar we zijn vandaag bijeen voor de uitreiking van de Dr. Saul van Zwanenberg Onderzoeksprijzen 2020. En als achterkleinzoon van Saul ben ik gevraagd om namens de familie kort iets te vertellen over de naamgever van deze prijzen. Omdat ik Saul, mijn overgrootvader, niet persoonlijk heb gekend, vaar ik hierbij op de herinneringen van mijn vader, Joost, die een heel hechte band met Saul had. Salomon van Zwanenberg werd in 1889 in Os geboren als zoon van een Joodse veehandelaar. Op zijn 15e werd hij door zijn vader opgedragen om in het bedrijf te beginnen. Hij trouwde in 1912 met Nettie van Gelder uit Den Haag. En uit dit huwelijk werden twee dochters geboren, Kitty, mijn grootmoeder, en Irene. Saul had de overtuiging dat de vele dierlijke organen, die steeds bij het slachtafval terechtkwamen, beter benut konden worden. En dit bracht hem ertoe om een nieuwe onderneming voor te bereiden. Zo ontstond in 1923 Organon, een vennootschap ter bereiding van orgaanpreparaten op wetenschappelijke grondslag.
In de jaren daarna kwam de jonge onderneming geleidelijk tot bloei. En vanaf 1930 ging de onderneming ook internationaal. In 1933 kwam, zoals de meesten weten, Hitler in Duitsland aan de macht. En Saal besefte als geen ander de kwetsbaarheid van een bedrijf met Joodse eigenaren en veel Joodse medewerkers. Hij trof maatregelen zodat de productie van alle geneesmiddelen door de Britse vestiging van Organon kon worden overgenomen. Mede dankzij zijn vooruitziende blik wist hij in de zomer van 1940 met zijn gezin en een deel van zijn familie op wonderbaarlijke wijze in veiligheid te brengen. De bevriende gezant van Uruguay in Den Haag verschafte hen diplomatieke paspoorten en nam hen mee in de laatste diplomatentrein die in juli 1940, dus 2 maanden na het begin van de Tweede Wereldoorlog in Nederland, het bezette Nederland nog verlaten. Via een lange omweg door Zwitserland, Spanje en Portugal bereikte het gezin van Zwanenberg 2 maanden later Engeland, van waaruit Saal de regie van de Britse dochterbedrijven overnam. Tijdens de oorlogsjaren werd het huis van Saal en Nettie een waar toevluchtsoord voor uitgeweken Nederlanders en hielden zij zich intensief bezig met het inzamelen van goederen voor bezet gebied en voor geïnterneerde Joden in het bijzonder. Direct na de bevrijding keerde Saal en zijn gezin terug naar Nederland. In de jaren daarna groeide Organon heel snel met de ontwikkeling van een van de eerste orale anticonceptiemiddelen, beter bekend als de pil, als hoogtepunt en werd het een toonaangevende Nederlandse onderneming. Saal trad uiteindelijk in 1962 terug als president van de Raad van Bestuur. Hij maakte de verdere expansie van de multinational nog mee, eerst tot Koninklijke Zout Organon en later tot het welbekende AXO. Hij overleed in 1974 op 84-jarige leeftijd. Saal ontving door de jaren heen veel onderscheidingen, maar daarvan was het eredoctoraat in de geneeskunde van de Universiteit Utrecht voor hem de meest eervolle. Als man die door zijn lotsbestemming niet kon studeren, maar dat graag had gedaan. Hij zou daarom ongetwijfeld trots en verheugd zijn geweest als hij had geweten dat deze prijzen vandaag uit zijn naam aan deze groep veelbelovende jonge wetenschappers zou worden verbonden. Dank jullie wel en van harte gefeliciteerd. Dank je wel, Willem. Het blijft zo'n prachtig verhaal. En ik vind het ook zo mooi dat aan deze prijs de naam van jouw overgrootvader gekoppeld is en niet de naam van Organon. Want die is gekomen en weer gegaan, maar de naam van jouw overgrootvader blijft. We gaan ze uitreiken. Mag ik Harry Struiker-Boudier het woord geven om namens de jury onze 3 prijswinnaars toe te spreken? Dank u wel, mevrouw Gunning. Dat doe ik met heel veel plezier. En allereerst natuurlijk Rick Komtok en Charlie alvast van harte geluk gewenst. De jury had het niet makkelijk dit jaar. We hadden maar liefst 23 inzendingen voor de afstudeerprijzen. En die waren allemaal van goed niveau tot hoog niveau zelfs. En we hebben daar toch enige tijd voor nodig gehad om tot de selectie te komen. Maar het is wel duidelijk dat jullie 3 unaniem door de jury, respectievelijk als 3, 2 en 1, zijn voorgedragen. En om te beginnen met Rick, die de 3e prijs heeft gekregen. Rick is student geneeskunde aan de Universiteit van Utrecht. En die heeft klinisch onderzoek verricht bij melanoompatiënten die behandeld werden met immuuntherapie, de zogenaamde checkpoint inhibitors. En wat hij aantoonde is dat patiënten die sterke bijwerkingen in hun immuunsysteem hadden, langer leven dan patiënten die deze bijwerkingen niet hebben. En hij toonde ook aan dat dat gunstige effect op die overleving, dat teniet gedaan werd als ze nog een tweede immuunsuppressivum kregen in de vorm van prednisolon of in de vorm van TNF-alpha-remmers. En dat is een heel belangrijke vinding die grote klinische implicaties heeft voor de praktische behandeling van deze groep patiënten. En dat heeft hij in zijn verslag op een uitstekende manier gedocumenteerd. En een heel plezierig te lezen verslag ook, heel goed geschreven. En de data die hij daarin verwerkt heeft, die zullen ongetwijfeld voor toekomstig onderzoek, maar vooral ook nogmaals voor de patiëntbehandeling concreet heel veel betekenis hebben. Dus Rick,
van harte geluk gewenst. Je bent inmiddels promovendus binnen het UMCU, dus je zult zeker doorgaan op de weg van jouw onderzoek. En daar wens ik je ook namens de hele jury van harte geluk mee. En dan zou ik nu graag het filmpje zien dat er is van Rick Verheijden. Goedemiddag, ik ben Rick Verheijden en ik wil de Saal van Zwanenberg Stichting ongelooflijk bedanken voor het toekennen van deze derde Saal van Zwanenberg onderzoeksprijs voor het onderzoek naar het effect van afweerremmende middelen op de effectiviteit van immuuntherapie bij kanker, waaronder het melanoom, type huidkanker. Immuuntherapie heeft de afgelopen jaren voor een enorme doorbraak gezorgd door de rem van het immuunsysteem af te halen. Helaas komen er ook bijwerkingen voor die soms ernstig kunnen zijn en behandeld moeten worden met afweerremmende middelen zoals prednison. In dit onderzoek hebben we gebruik gemaakt van de Dutch Melanoma Treatment Registry, een landelijke kankerregistratie waaraan 14 centra deelnemen. We lieten zien dat patiënten die ernstige bijwerkingen van immuuntherapie hebben, een betere overleving hebben dan patiënten die dat niet hebben. Opvallender nog is dat we lieten zien dat patiënten die naast prednison een tweede afweerremmende middel nodig hebben, een minder goede overleving hebben dan de patiënten die dat niet nodig hebben. En die overleving is vergelijkbaar met de patiënten die geen bijwerkingen hebben. Ik wil benadrukken dat onderzoek doen een team effort is. Daarom wil ik Carijn Suikerbuik, Annemij en alle andere betrokkenen bij dit onderzoek, als ook de patiënten die deel hebben genomen, bedanken. Uiteraard nogmaals mijn dank aan de Saal van Zwanenberg Stichting voor het toekennen van deze prijs. Oké, we gaan door. En de tweede prijs is gewonnen door Kumchuk. En Kumchuk, hoewel jij in Tibet geboren bent en daar ook de eerste jaren van je leven hebt doorgebracht, woon je al geruime tijd in Nederland en beheers je de Nederlandse taal ook, heb ik kunnen merken. Dus ik hoop dat je het niet erg vindt dat ik je het Nederlands toespreek. En nogmaals, daar woon je al heb je middelbare school gedaan en gestudeerd ook. En jouw studie die is geweest in Groningen. En je hebt in Groningen ook je afstudeeronderzoek gedaan binnen de afdeling Drug Design. En daar heb je gewerkt aan de synthese en ook het karakteriseren daarna van indenon isoquinoline derivaten. Dat zijn verbindingen die remmers zijn van DNA topoisomerase en daardoor zijn die mogelijk heel geschikt als cytostatica. En je hebt met de hele innovatieve technieken, zoals de multicomponent reactiemethode, dat is een manier om reeksen van stoffen te synthetiseren, is het jou ook gelukt om een hele bibliotheek van die derivaten van die isoquinolines tot stand te brengen. Dat is een prachtprestatie, hoe je dat gedaan hebt, en technisch een hoogstandje ook, denk ik. Je hebt in een tweetrapsreactie een diversiteit van verbindingen opgezet, maar ook een biologische assay ontwikkeld waarop je die verbindingen kon testen. En dat is natuurlijk helemaal een prachtcombinatie, het maken van stoffen en ze ook testen op hun effectiviteit. En dat heb je in een fraai rapport samengevat, een afstudeerrapport, dat goed gestructureerd was en dat zowel de synthese als de karakterisering in groot detail beschrijft. En je verslag is zelfs ook al aanleiding geweest tot publicaties en ook niet-experts op het gebied van de chemische synthese hebben dat verslag heel goed, zoals ik zelf, dat is niet mijn specialisme, maar de duidelijkheid van jouw verslag maakte het mogelijk om heel goed ook die synthesewegen goed te volgen. Dus alle eer en felicitaties aan jou voor dit fraaie werk en ook heel veel succes gewenst in de toekomst waarin je door zult gaan in deze richting en ik wens je daar ook in je promotietijd heel veel succes. Graag het filmpje nu van Kumchuk. Hello everyone, my name is Kumchuk and I'm a second year master student of pharmacy at the University of Groningen. I feel deeply honored to be one of the recipients of this prestigious award and I would like to thank Dr. Saal van Zwanenberg Foundation for this honor.
This award is a recognition for the research work that I performed under the guidance of my supervisors, Professor Dr. Alexander Dimling and Dr. Chen Wong. Without the opportunity and guidance provided by them, this work would not have been possible. For that, I express my utmost gratitude. My master project research in the drug design group involved synthesis and characterization of libraries of diverse indeno-isoquinoline derivatives. The significance of indeno-isoquinoline lies in its anti-cancer activity. It is a topoisomerase 1 inhibitor, and it shows significant improvement in physicochemical and biological properties over the existing FDA-approved topoisomerase 1 inhibitors. I employed multi-component reaction followed by a copper-catalyzed annulation reaction to synthesize the indeno-isoquinolines. The synthetic approach, in contrast to classical organic reaction, allows for easy, fast, and efficient generation of chemical diversity in just two steps. This work is highly significant since it allows the synthesis of potential drugs like indeno-isoquinolines faster with less effort. Thank you. Oké, dankjewel. En dan de winnaar van de Zaal van Zwanenberg onderzoeksprijs 2020, Charlie Nederpelt. Goedemiddag. Charlie is student geneeskunde aan de Universiteit Leiden, maar heeft zijn wetenschapsstage en zijn afstudeerwerk verricht in Boston aan de Harvard Medical School, waar die in nauwe samenwerking weliswaar met Leiden op de afdeling traumachirurgie onderzoek heeft gedaan naar een bepaalde nieuwe generatie van bloedverdunners, de zogenaamde DOACs, de direct werkende orale anticoagulantia. En die heeft hij toegepast bij traumapatiënten. Dat zijn stoffen die nog steeds bediscussieerd worden of ze bijwerkingen hebben die gevaarlijk zijn potentieel bij traumapatiënten met bloedingen. Er is ook een antidotum inmiddels tegengemaakt. En beide heeft hij helemaal onderzocht in klinisch onderzoek en heeft dat in een uitstekend verslag en ook in een artikel dat binnenkort zal verschijnen in de Journal of Thrombosis and Hemostasis, dat is een van de leidende tijdschriften internationaal op dit gebied, vastgelegd. En gelukkig heeft hij kunnen concluderen uit dat onderzoek dat er geen verhoogd risico is op nabloedingen en ook niet op de mortaliteit bij patiënten die met deze nieuwe generatie van anticoagulantia behandeld worden. En hij heeft wel geconcludeerd dat de werking van dat antidotum nog niet overtuigend is vastgesteld, hoewel dat wel zou moeten gebeuren, omdat ook het aantal patiënten dat tromboembolische complicaties heeft in de traumachirurgie toch relatief hoog is. En dat zal zeker nog nader onderzoek verdienen en daar zal hij ongetwijfeld ook in doorgaan. Hij heeft niet alleen op dit gebied, maar ook in samenwerking met een aantal collega's in Boston en ook in Leiden op hele andere gebieden al publicaties op zijn naam staan over machine learning, over patiënten met bekkenfracturen, studies die hij ook inmiddels nogmaals in goede publicaties op papier gezet heeft en zijn nu lopende promotieonderzoek, of hij binnenkort aan zal beginnen bij de afdeling traumachirurgie van het LUMC, kan prachtig doorborduren. Charlie, de jury was het unaniem eens over jou als prijswinnaar voor de Zaal van Zwanenbergprijs. Van harte geluk gewenst en graag een filmpje ter toelichting van je eigen werk. Goedemiddag, geachte aanwezigen. Mijn naam is Charlie Nederpelt en ik ben zeer dankbaar en zeer vereerd dat ik een van de Dr. Zaal van Zwanenberg onderzoeksprijzen in ontvangst mag nemen. Dit is voor mij een hele mooie aanmoediging om mijn wetenschappelijke ambities en mijn onderzoek verder door te zetten. En uiteraard dank ik ook professor Schipper en Huisman van het LUMC en dokters Velmehoos en Cavarani van Harvard die mij hebben begeleid tijdens mijn wetenschapsstage. In het kort hebben wij onderzocht welke problemen en kansen de introductie van de nieuwe generatie antistolling, de DOACs, met zich mee hebben gebracht. In de tot nu toe gepubliceerde stukken keken wij naar de prognose van patiënten die deze nieuwe DOACs slikten versus de oude vertrouwde vitamine K-antagonisten en concludeerden dat de prognose eigenlijk vergelijkbaar is. Daarnaast zagen wij een rol voor DOACs bij trombosepreventie na onderste extremiteitsfracturen. En tenslotte analyseerden wij de effectiviteit en de veiligheid van Alexinet Alpha, een nieuw ontwikkeld antidotum voor de meest gebruikte DOACs. Er zijn echter nog veel meer onbeantwoorde vragen,
dus ik ga dit onderzoek doorzetten in het kader van een promotietraject. Nogmaals, ik ben ontzettend dankbaar voor de prijs van de Dr. Saul van Zwanenberg Stichting en ik vertel u alle graag meer over mijn onderzoek. Dankjewel, Harry. Gefeliciteerd, Rick, Kumchok en Charlie. Het klinkt alsof het weer prachtig onderzoek is. En wat boffen we toch dat er elke keer weer een nieuwe generatie wetenschappers opstaat. Dus we zien jullie vast nog wel weer een keertje terug. Wij gaan nu naar een aantal aanmoedigingsprijzen. En ik wou vragen of Nicole Hunveld alvast de camera en microfoon wil openzetten. Dan laat ik eerst even de foto's van de prijswinnaars zien. Ik noem hun naam en dan geef ik Nicole graag het woord. Zij is de vicevoorzitter en penningmeester van de KNMP. De aanmoedigingsprijzen op het gebied van farmacie of biofarmaceutische wetenschappen zijn dit jaar Samira Lier van de Rijksuniversiteit Groningen, Aniek Nouwens van de Universiteit Utrecht, Karen Zwart van de Vrije Universiteit en Julia Vliek van de Universiteit Leiden. We hebben maar 4 opleidingen in Nederland en alle 4 hebben ze de eerstejaars met de beste cijfers naar voren geschoven. Ik feliciteer ze. Ze kijken waarschijnlijk in de livestream mee. En ik geef nu heel graag het woord aan Nicole Hunveld. Hartelijk dank, mevrouw Gudding. De KNMP is al opgericht in 1842 en bestaat bijna 180 jaar. En is er ook al zo lang voor alle apothekers in Nederland. En waarom zeg ik dit zo nadrukkelijk? Omdat veel mensen zich niet realiseren dat apothekers heel breed betrokken zijn als het gaat om geneesmiddelen en de zorg rondom de geneesmiddelen. Het gaat om apothekers die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van geneesmiddelen, de controle op de kwaliteit, de productie ervan, zoals nu met de vaccins. Het kan ook gaan om het handhaven van de regelgeving of het betreft apothekers die geneesmiddelenzorg leveren aan patiënten in de wijk, in een ziekenhuis of in andere centra. De KNMP zorgt ervoor dat apothekers de medicatiespecialisten van Nederland kunnen zijn. En daar zijn we trots op. Om een medicatiespecialist te worden, zijn onderwijs en onderzoek heel belangrijk. Dus het begint al bij studentenfarmacie en biofarmaceutische wetenschap. Daar ligt de basis. Onderwijs en onderzoek zijn echt de fundering van ons beroep. Daarom vindt de KNMP het belangrijk om uitmuntende farmaciestudenten al vroeg een podium te geven. Het is goed om te zien dat we de 4 faculteiten waarom het gaat, zulke talentvolle en dit jaar vrouwelijke studenten hebben. Dus Samira, Aniek, Karen en Julia namens de KNMP van harte gefeliciteerd. Veel succes met het vervolg van jullie studie gewenst. Ik geef graag het woord weer terug aan de voorzitter. Dankjewel, Nicole. We gaan door en we gaan kijken naar 2 Philips afstudeerprijzen. De ene is de afstudeerprijs Technology for Healthcare Solutions en de andere is de Philips afstudeerprijs Data Science and Artificial Intelligence. Ik zou heel graag aan Michiel van Brugge en Milan Petkovic van Philips willen vragen om hun microfoon en video aan te zetten en ook de 2 prijswinnaars Rick Waasdorp en Elfie Hofmeijer. Waarbij ik nog eventjes Rick noem, want die, daar hebben we het over de telefoon al over gehad, was alles in het Hotsenhuis geweest met de profielwerkstukprijzen. Dus je ziet, we krijgen nog wel eens mensen terug in elke fase van hun studie. Dus wie weet is het ook niet de laatste keer. Mag ik Michiel van Brugge als eerste het woord geven? Dankjewel, Louise. Ik hoop dat ik te zien en te horen ben. Ja. Rick, van harte gefeliciteerd en ik vind het eigenlijk wel jammer dat ik je niet in hetzelfde Hotsenhuis nog een keer dan de prijs kan overhandigen. En dat de omstandigheden ons noodzaken op deze manier toch wat minder persoonlijk te doen. Maar gefeliciteerd met het winnen van de Philips afstudeerprijs Technology for Healthcare Solutions. En je bent de eerste winnaar van deze prijs, omdat Philips de prijs een nieuwe naam heeft gegeven. De jaren daarvoor heette die de Biomedical Technology Prijs. En we hebben daar een andere naam aan gegeven, omdat Philips als ambitie heeft en als doel heeft om naast technologie ook oplossingen te brengen naar de kliniek. Waarbij technologie in de brede zin en een combinatie van technologie gebruikt wordt om patiëntbehandeling te optimaliseren. Dus denk aan de diagnose, de behandeling en de opvolging.
En het is eigenlijk wel aardig dat jouw werk daar ook aan relateert. Aan het solution denken dat wij in Philips verder willen vormgeven. Jouw werk, genaamd Tracking Electromechanical Muscle Dynamics Using Ultrafast Ultrasound and High Density EMG, is door de jury van uitmuntende kwaliteit bevonden. En ik wil heel graag wat uit het juryrapport voorlezen. Het onderzoeksproject dat door Rick is uitgevoerd had betrekking op de ontwikkeling van een techniek die op een niet-invasieve, en dat is belangrijk, wijze de functie van spieren kan meten, de zogenaamde elektromechanische spierdynamica. Om de samentrekking, de kracht die spieren kunnen genereren, te kunnen meten, heeft Rick gebruik gemaakt van technieken die de voortplanting van zowel de elektrische als de mechanische golven kunnen meten. Hiertoe gebruikte hij een combinatie van ultrafast ultrasound, waar wij ook goed bekend mee zijn bij Philips, en de zogenaamde high-density electromyography. Daarnaast heeft Rick de resultaten van zijn metingen kunnen valideren door ze te vergelijken met de resultaten die verkregen werden vanuit een nieuw, door jou, ontwikkeld spiermodel dat bestond uit 500 spiervezels. De methode die Rick ontwikkeld heeft, is van groot belang in de behandeling van patiënten die lijden aan ernstige spierziekten, zoals de ziekte van Duchenne. Een ernstige chronische ziekte die mensen al op jonge leeftijd invalideert en tot vroegtijdig overlijden leidt. De meetmethode die Rick heeft ontwikkeld is van belang om het verloop van de ziekte te kunnen volgen en daar de behandeling op te kunnen afstemmen. En dat is de link ook naar het solution denken van Philips. Rick was tijdens zijn onderzoeksproject op veel verschillende disciplines actief en hij heeft zich de kennis behorende bij deze disciplines zeer goed eigen weten te maken. Vragen die Rezen wisten effectief te beantwoorden en daar waar geen direct antwoord voor handen was, ontwikkelde hij een simulatiemodel om de vraag wel goed te kunnen beantwoorden. Rick heeft een zeer grote hoeveelheid werk verzet, dat bovendien ook nog eens van een excellente kwaliteit was. Zo goed zelfs dat de begeleiders hem voor dit project een 10 hebben gegeven. Een cijfer dat zij nog nooit eerder hadden gegeven voor een afstudeerproject. Ook de jury voor deze prijs heeft serieus geprobeerd de zwaktes in het onderzoeksproject te zoeken, maar ook zij waren niet in staat om ze te vinden. En ze waren eenstemmig van mening dat het hier echt een buitengewoon goed onderzoeksproject en scriptie betrof. Het zal voor iedereen hier duidelijk zijn dat Rick een uitmuntende student is die een uitzonderlijk goed onderzoeksvoorstel heeft uitgevoerd, dat ook nog eens een grote maatschappelijke relevantie kent. Het is dan ook zonder enige twijfel de terechte winnaar van de Philips Afstudeerprijs. Nou Rick, dat is natuurlijk een prachtige laudatio, wat ik ook met zeer veel plezier hier uitspreek, om je nogmaals te feliciteren met de Philips Afstudeerprijs. Ja, fantastisch, dankjewel. Zeer lovende woorden. Ik word iedere keer weer sprakeloos als ik dit over me hoor. Maar fantastisch, dankjewel. Ja, en, volgens mij hebben we nog een filmpje van jou. Je kunt ook nog of niet? Laten we het maar eens even afvragen. Heb ik wel voorbereid, ja. Hallo allemaal, mijn naam is Rick Waasdorp en ik ben recent cum laude afgestudeerd in de master werktuigbouwkunde aan de TU Delft. Sinds september ben ik begonnen met een PhD in Medical Imaging, wederom aan de TU Delft. Allereerst wil ik graag Philips bedanken voor het toekennen van de Technology for Healthcare Solutions prijs voor mijn afstudeerwerk. Tijdens mijn afstuderen heb ik een nieuwe methode ontwikkeld die de activiteit in een spier tijdens een contractie kan meten. Zulke methoden zijn essentieel voor effectieve behandeling van verschillende spierziekten, zoals spierdystrofie. Huidige, bestaande methoden schieten hiervoor tekort, omdat geen enkele van de huidige methodes in de spier kan kijken tijdens een contractie. Dit is precies wat mijn nieuwe methode wel kan. Wanneer een spier wordt geactiveerd, propageert er een elektrische golf langs de spiervezels en dit zorgt voor een contractie. Dit proces gaat razendsnel en daarom heb ik state-of-the-art ultrasound technieken gebruikt om met 5000 frames per seconde te kijken wat er in de spier gebeurt. Zo kan ik met milliseconden resolutie zien hoe de spiervezels beginnen te bewegen nadat ze zijn geactiveerd. Dit kan nieuwe inzichten in spierfunctie opleveren en maakt het mogelijk om precies daar te kijken waar spierziekten zich manifesteren. Dit is essentieel voor het monitoren van de progressie van spierziekten en voor de ontwikkeling van nieuwe therapieën. Tot slot wil ik graag mijn afstudeerbegeleiders bedanken voor hun supervisie tijdens dit interessante onderzoek, Philips voor het toekennen van de prijs en de kijkers voor jullie aandacht.
Dank Rick, het was een mooi filmpje. We go on and I'd like to give Milan Petkovic the floor. He is head of data sciences at Philips and he will read out the laudatio of Elfie. Thank you. Thank you, Louise. So dear ladies and gentlemen, dear Elfie, it is our real pleasure from Philips to sponsor the awards for young talents. We want to motivate them by this award to advance technology and science, especially for healthcare applications. And this year award, as just said, for data science and healthcare goes into hands of Elfie Hofmeier from Twente University. So Elfie, congratulations with your master work and with this award. So nowadays, unfortunately, we live in the time of COVID pandemic, this shown really in a very brutal way that we need to change our healthcare systems because many people are suffering. We would like to have this done better. So it is really clear that we need to improve on that. And Elfie, you did some work related to healthcare and data science. Your thesis was on machine learning and deep learning for better assessment of three big diseases in healthcare. You studied in your master project particularly the topic of medical image analysis and detection of malignant nodules, lung nodules, using neural networks and in particular using conditional generative adversarial networks, which is one of the sort of new techniques in AI. So I hope you share my observation that this is a big opportunity actually to substantially advance artificial intelligence methods and apply them to save lives and improve healthcare of people. This is our vision at Philips, and I'm glad to see that you also are sharing this, and that I'm also glad to see that you're continuing your master thesis work now as a PhD student at Twente University, working on the same project with Zona MV. So that's all great. So I hope that we can, together with many other people also bring data science and AI in healthcare to the level that we can really improve people's life and help the society. So congratulations once more. Thank you very much. Mijn naam is Elfie Hofmeier en ik wil Philips hartelijk bedanken voor het toekennen van deze prijs. Afgelopen januari ben ik afgestudeerd van mijn opleiding Biomedical Engineering. Mijn afstuderen was onderdeel van het ZonMW gesponsorde B3 Care project, dat als doel heeft om de geïntegreerde CT-screening te verbeteren van de drie ziektes longkanker, COPD en hart- en vaatziekten. Mijn aandeel hierin had betrekking op kunstmatige intelligentie. Met zogeheten Generative Adversarial Networks heb ik geprobeerd om CT-afbeeldingen met longkanker te kunnen simuleren. Deze afbeeldingen moeten er realistisch uitzien, maar zijn dus niet echt afkomstig van patiënten. Om te kunnen beoordelen of deze afbeeldingen dan ook echt realistisch zijn, heb ik kwantitatieve meetmethodes vergeleken met de perceptie van mensen. Het simuleren van medische afbeeldingen biedt de mogelijkheid om van ziektebeelden die schaars zijn, meer afbeeldingen te produceren. Hier kunnen op hun beurt detectiealgoritmes en klassificatiealgoritmes weer gebruik van maken, maar ook radiologen die oefenen met diagnoses stellen. Uiteindelijk verbetert dit hopelijk de diagnoses en detectie van ziektes. Prachtig. Thank you very much, Milan. Gefeliciteerd Rick en Elfie. Prachtig onderzoek weer. We gaan nog even naar twee aanmoedigingsprijzen. En die zijn in de biomedische technologie. En die worden ook in dit geval door Philips uitgereikt. Het gaat naar Alice Terlinde uit Twente
en naar Birong Wang uit Eindhoven. En ik moet zeggen, we hebben dit jaar wel in de aanmoedigingsprijzen een enorme verzameling dames bij elkaar. Dus die zien we over een aantal jaren misschien wel weer terug bij de afstudeerprijzen. Milan Petkovic, can I give you the floor to say something about why you in Philips want to give out these prizes to first year students? Sure. Thank you, Louisa. So indeed, as said, at Philips, we would like to motivate young people to further advance science and technology and apply these advances for humanitarian purposes, especially healthcare. We believe that there is a big opportunity with AI and data science to improve people's life. Obviously, as a company, we are very much focused on improving healthcare and well-being of people. And therefore, we also want to sponsor this encouragement prizes for biomedical technology to encourage young talents to work on these topics and to, you know, so that we can see them maybe in a couple of years as the winners of master project prizes, as well as PhD prizes afterwards, or some industrial prizes. So as you said, this year, two winners of this prize. So Alice from Twente and Byron from Eindhoven University. So Byron has an average grade of 9.33 compared to the next students that have 9 and 8.78. So leading definitely, so very high average grade. Her results of the group projects are also above average, so congratulations with all the work that that you've done, Byron. I also understood that Alice is highly valued by group members as well as by teachers, which is reflected in her grades and ratings, also in peer reviews. In addition, she is actively involved in the evaluations of the education, which is also very highly appreciated. So Alice, Byron, congratulations. I wish you a lot of success during your studies and afterwards, and hope to see you again in this setting or some other setting. Thank you, Milan. I forgot to unmute myself. Dames en heren. Ik kijk even of ik ook weer in beeld kom. Ik hoop dat u mij kunt zien. Dames en heren, ik wil iedereen bedanken die aan deze prijsuitreiking heeft meegedaan. Natuurlijk de sponsors die het mogelijk maken dat wij deze jonge wetenschappers in het zonnetje kunnen zetten. Degene die meegekeken hebben, vooral ook degene met de livestream. De prijswinnaars krijgen vandaag hun prijzengeld overgemaakt, want er moet wel boter bij de vis zijn. En er komt een mooie oorkonde via de post. Dat duurt altijd even iets langer. Er is iets fout gegaan aan het begin van deze sessie. Toen had ik een filmpje over de Hollandse maatschappij en over het Hotsenhuis. Ik laat dat nu nog een keer zien voor degenen die het leuk vinden om nog even te blijven. Maar ik sluit nu alvast af met heel veel dank. En heel veel succes aan onze prijswinnaars. We zien ze graag nog een keer terug. Dank u wel. De Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen is het oudste geleerde genootschap van Nederland. Opgericht in de 18e eeuw door een aantal burgers in Haarlem die zich zorgen maakten over de economie. En men hoopte dat contact met de wetenschap de economie van Haarlem verder zou brengen. Sindsdien komt hier in de Hollandse maatschappij een deel wetenschappers en een deel niet-wetenschappers samen om een bijdrage aan de samenleving te leveren. Twee of drie keer per jaar hebben we hier een lezing, maar heel veel vaker reiken we hier prijzen uit. We hebben een aantal beurzen voor studenten. De allermooiste vind ik de IJsinga-beurzen, 50.000 euro per stuk, 5 per jaar, voor een studie economie of bedrijfskunde in de Verenigde Staten. En we hebben heel verschillende soorten prijzen. Met de NRC Essayprijs mag eigenlijk iedereen in Nederland meedoen. En we krijgen ook heel veel inzendingen. Dat is natuurlijk niet primair op de wetenschap, maar juist ook op de toepassing van wetenschap in de samenleving. We hebben de Jong Talentprijzen, dat zijn de hele beginnende wetenschappers. We hebben ook diverse bijeenkomsten,
zoals bijvoorbeeld de bijeenkomsten van het Drees Fonds over economische onderwerpen. Twee keer per jaar, één keer over de miljoenennota, één keer over een ander economisch onderwerp. Maar vanwege corona nu in een webinarvorm vanuit dit gebouw. In coronatijd. Een andere belangrijke bijeenkomst die we hebben is de Brouwerconferentie, die we elk jaar in januari organiseren. Die gewijd is aan het thema van de winnaar van de Brouwer Vertrouwensprijs. En dat is de grootste prijs die de Hollandse maatschappij te vergeven heeft, 100.000 euro per jaar. We zitten hier in het prachtige Hodsonhuis in Haarlem, ooit gebouwd door Catharina Keetje Hodson. Wij zijn pas eigenaar van het pand geworden in het midden van de 19e eeuw. Je kunt weliswaar heel oud zijn en we zijn in 1752 begonnen. Maar je kunt je natuurlijk wel verhouden tot de tijd waarin je leeft. En deze tijd is een tijd dat wetenschap voor iedereen is. We proberen er iedereen voor te interesseren. Ja, als we daar niet op inspelen, dan zijn we oudbollig in plaats van oud. Van oorsprong zijn hier gewoon een aantal particulieren bij elkaar gekomen, 1752, en die hebben geld op tafel gelegd, hun eigen geld. En dan is in de loop van de tijd zijn er veel kleinere en grotere bedragen bijgekomen. Het bestuur krijgt niks. Het is een algemeen nutbeoogende instelling. Alles wat binnenkomt hier is voor het doel het bevorderen van de brug tussen wetenschap en maatschappij. En nu hebben we sinds dit jaar een samenwerking met L'Oréal. Hartstikke leuk, maar we hebben natuurlijk wel meer sponsoren die bij onze prijzen een rol spelen. En we zijn ze dankbaar, want het is ook belangrijk dat die talenten zichtbaar worden voor potentiële mensen die ze graag een baan willen aanbieden. Of die zich realiseren hoe belangrijk innovatie vanuit de wetenschap voor hun vakgebied en hun bedrijf is. Vandaag gezien wiskundigen, sterrenkundigen, biologen, medici en ook een aantal mensen op het gebied van energietransitie en energie die gewoon zo de Nederlandse samenleving verder kunnen helpen. Geweldig om aan mee te doen. Mijn man en ik die wilden eigenlijk altijd de jonge mensen stimuleren in de sterrenkunde en we dachten van ja, hoe kunnen we dat doen? En bij toeval kwamen we in contact toen met de Koninklijke Hollandse Maatschappij die tegen ons zeiden van ja, we hebben prijzen voor de fysica, voor de wiskunde, voor allerlei vakken, maar niks voor de sterrenkunde. Nou ja, toen hebben we die twee wensen bij elkaar gelegd en toen ging het eigenlijk heel snel en heel makkelijk. Ik heb altijd bij het onderzoek het gevoel dat ik nooit echt weet of mijn resultaten heel significant zijn. En daarom is dit voor mij echt heel bijzonder om deze prijs te mogen winnen. Ik denk dat prijzen heel hard nodig zijn, want ik denk dat een wetenschappelijke loopbaan ook een eenzame loopbaan is. En het zijn de momenten waarop de buitenwereld erkent dat wat je werk opgeleverd heeft belangrijk is, die voor een wetenschapper ook de aanmoediging zijn om door te gaan. En je ziet soms dat mensen op hun oeuvre terugblikken, als we een oeuvreprijs uitreiken, dat dan juist die aanmoediging aan het begin zo belangrijk is geweest.